Ik zeg goedenavond! Non de Jan, wij is hier druk. Als ik dat zo eens bekijk, dan doet me dat weer denken aan de laatste vergadering van de Rabobank. Er zat ze ook allemaal voor aan met de meeste centen. Maar ja, dat is geen schaamte. Want toen ik trouwde, hè. Waar had ik toen geld? Waar had ik toen geld? Gelind. Ik had wel 1000 gulden schuld. Ik kon er s'nachts gewoon niet van slapen. In de koffer. In de koffer liet hij. Hij begreep het niet wat ik bedoel. Moet toch wel ooit duidelijk zijn. Hey, weet nog, ik was getrouwd en ik had 1000 gulden schuld en s'nachts niet bang geslapen. En nou heb ik er 130.000 gulden schuld. Ja, nou slaapt Piet Vermunt niet meer. Ons kaart is dit jaar ook meegekomen. Ze zei, Jaske, nou staat dat weer 4e jaar in de ton. En nog nooit heb ik hem mij meegenomen. Ik zeg, Kaartje. Dan moet eens één ding goed naar mij luisteren. Zeg het nou eens heel eerlijk. Is er wel ooit weer voor geweest? En wat zeiden jullie nou van onze nieuwe prins? Is het geen schone? Dat had ik ook. Ja, we hebben dit jaar nog eens een echte, optimale prins. Waren jullie ook naar de receptie geweest van hem? Had je gezien? Die bok die hij gekregen had? Had je hem gezien? Die met dat deksken op, dat was een bok. Ja, en ik hoorde Miep nog tegen Eddie zeggen. Ze zei, hey, wat laat je nou dat beest? Dan zitten we bij ons op de slaapkamer, zei hij. En stinkt dat dan niet, zei Miep? Ben ik gek, zei hij, daar is die bok zo aan gewoon. Ja, gewoon is Eddie ook aan deze ton. Daar riet je bij Jorren Ingeston. En hij deed nooit geen schuine buurt. Ja, manneke, toen kon hem nog eens lekker van getoen geven, hè? Met de stof van de Annahoeve. Ja, Ullen en Elena, ton praten, dat kan niet. En ze hebben er zelfs moeten schieken rekening mee gehouden. Ze hebben zelfs heel het podium aangepast aan hem. Allemaal tonpraters. Ja, er is veel veranderd dit jaar. Een nieuwe prins. Een nieuwe tonprater. Die ze zag vliegen. Nee, steken. Van 125 gulden en 3 aanmaningen. En de stichtingstoffel 2 meter van de hoofdtoffel afgeschoven.
Ach ja, standsverschil moet er blijven, hè. Hoe is stichting, hebben jullie ook iets nets? Ach ja, ik zie het. Van de Mogert, nee, lid. De Schilder. Ik dacht dat jullie anders kwasten dat had. En ook nog nee, strikjes. Maar het zijn zwarte. Je bent dan nog wel bij de carnaval. Je bent er verdomme zeker niet bij de dealer gegaan. Ja, als ik dat zo eens bekeek, dan zat er daar niet meer aan in Ferrari nog iets. Maar dan heb ik Ferrari gezorgd, Chris. Daal ze maar eens uit. Die nee steken, daar zat er niet meer aan. Zet ze maar eens op. Alsjeblieft, Ellen en Ellen, zijn er nou geen schoon? Is dat niet mooi? Jongen, jongen, en goede koop. En praktisch, die kan het heel jaar door gebruiken. Met carnaval als steek en naar de hand als steemuts. Hoe is het, waren jullie ook naar het Krasbestein geweest? Hier bij mijn handel. Nog de kruiden waren we afgekraast. Er waren in 1,5 uur net zo veel tonpraters als hier op de heel prongzitting. Als je maar betaalt, dan zie je wel, dan komen ze wel. Ik had gehoord dat het personeel van de KI van Kelling ook nog meer zou willen doen. Dan hadden jullie nog een harde noot aan de kraken gehad, stelletje dordovers. Maar ja, ze waren weer te laat mee opgeven. Toch hadden ze een hartstikke mooi liedje. Hartstikke mooi, daar hadden ze het wijk mee gebracht. Zal ik het eens zingen? Mijn achterband is wel wat slap, maar dat geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop. Sluit mee aan, volgend jaar doen jongens. Hé, hey, en wat vinden jullie van mijn schip? Ja, ik was daar net achter, liep de secretaris nog neven me op. Hij zei, Jaske, Jaske, zit je wel, hè, uw schip toch weer mooi in orde. Dat is nog eens echt vakwerk, zit hij. Zeg, ja, secretaris, als jij nog 2 jaar langer doorgestudeerd had, was het ook zo handig geweest. Maar kunnen ze al de ook wel eigenlijk afgebracht hebben, wat betekenen nou eigenlijk die 2 sprieten op Jaskes en Schup, hè? Dat is een zender. Ik zou maar zeggen, een oproepzender. Daar kunnen ze overal mee aan. Op het werk, maar het mist in de schafkeet. Kijk, dat houdt verband met de olieboring in Keldonk. Weet wel, van BP. Bert Peters. Nonde u en hier ook al. Mee Jaske van de Weerdonk. Ja, Bert, de verbinding is goed. Hartstikke goed. Waar zijn er? Zijn er hoge heren aangekomen? Smit Kroes. Ruudje Lubbers. Gerritje Braks. Toon de Meijer? Hé hey Bert, nou moet je niet meer bellen, hè? Nou moet je niet meer bellen, want ik zit midden in mijn buurt. Alleen in noodgevallen, Bert, hè? Wat zei jij? Weet jij niet wat noodgevallen zijn? Maar jongen toch. Noodgevallen, daar zijn bijvoorbeeld als je schub niet meer van de handrem af kan krijgen. En als je nog in de schafkeet zit en de schaftijd is al 2 uren afgelopen en de opzichter komt eraan. Over en sluiten.
Blijf maar naar Bert verschoten waar van al die grote mensen. En Toontje de Meijer erachteraan. Nee, dat is niks voor Bert. Verdomme, je vervelende kwal. Ben je er dan nou alweer? Neem me niet kwalijk, burgemeester. Nee. U hoeft niet naar de knaaldijk te gaan. Nee, dat is zomaar een uitdrukking. Een vaktering, zou ik maar zeggen. Wat zegt u? Hebt u uw caravan boven op de oude vuilnisbelt staan? Oh, u wilt de olieboring volgen vanuit de hoogte? Ja, wij dachten wel dat u hogerop wou, ja. Wat zegt u? Moeten wij die caravan camoufleren met struikgewas uit de gemeentetuin? Maar burgemeester, maar wat vullen wij dan in op onze werkbriefjes? Oh, het camoufleren van illegaal geplaatste caravan. Ja, burgemeester, ik heb er niks mee te maken, maar krijgt u dan geen problemen met andere illegale bouwwerken hier in Erp? Oh, u houdt niet van die grapjes. Ja, het komt voor de bakker. Nee, ik zeg het niet tegen vrouw Barthe. Oh, u kent vrouw Barthe. Ja, die houdt wel van grapjes, ja. Ik geef het door, burgemeester. Over en sluiten. Non de jende, waar Bart niet? Dat kost promotiepuntjes. Ja, was me te verschieten. Maar pas waar ik ook verschoot, huilen en huilen. Ik was hier voor de kerk aan het werken, weet je niet. Kunt me daar toch de brandweer aangescheurd? Met een hoop. Stil alarm. En pijn, ik zie daar nou Toontje Gorts. Ik zeg tegen Toontje, ik zeg, waar was gisteren die brand? Oh, zit je bij Brouwers. Ah, het was niet veel, het was maar een container die in de fik stond. Ik zeg, en hoe lang is dat nou geleden dat er die grote brand was? Dat is 5 jaar geleden, zei Toontje. Zei, ja, Toon, het duurste lusteren moet ook nooit ongemerkt voorbij laten gaan, wanne. Ik zeg tegen Toontjes, wat had dat eigenlijk te betekenen dat jullie met de brandweer allemaal op receptie waard bij de prins. Ja, zei Toontje. Dat moesten we fatsoenshalve wel doen. Dat was onze grootste werkgever geweest de laatste tijd. Pas gaan ze ook nog in een brand. Ze komen met de spullen bij de brandend huis aan. Toen zit een eigenaar. Hij zei, mijn schoonmoeder zit je, die leeft boven achter bed. Afijn, Toontje rolt zijn schuifladder uit. En hij klimt naar boven. En hij heeft die raam kapot. Hij broken van bed af. Hij stutte met voor de raam. Hij zei, broken, hij zal er toch even op uw tuintjes moeten bijten. Want ik moet mijn ouwe hier over die leieren leeg. Hoe is ze? Hoe is? Dan moet hij nog even terug zitten, want die liggen op het nachtkastje. Ja, en ik heb een eigen maat. Tiske. Zo'n maat, zo'n collega, zo'n maat. Maar jullie zouden hem wel niet kennen. Als je Tiske zei, nog nooit gezien hebt, nou dan begrijp, als je hem nog nooit gezien hebt, dan begrijp hem ook nooit. Als je Tiske's aan wilt kijken, hè, in die 2 krelletjes van Euskes, hè, moet je met 3 man zijn. En lelijk als hij is, lelijk. Hij was pas naar Artes geweest, hè. Hij moest toch 2 kaartjes kopen, 1 nummer in te komen en 1 nummer uit te mogen.
Maar ik heb een goede maat. Johnny maat. Maar pas was hij ziek. Hij was ziek. Ja, hij had diarmee. Diarmee, dat is erg. Dat is in een toon hoger als diarree. Hij was nog naar een dokter geweest. Die had hem APK gekeurd. Enfin, toen de dokter het recept uit moest schrijven, toen zei Tieske tegen hem, hij zei, dokter, schreef maar datzelfde kartje uit als de laatste keer. Heb ik mooi een half jaar voor niks met de bus meegekomen. Een tijdje geleden moesten we bij de opzichter de hof gaan spooien. Enfin, we hadden drie kwart dag gewerkt. En toen kwam de opzichter eens kijken onder het werk. Ik zeg, opzichter, weet gij het verschil tussen een opzichter en Brazilië? Had hem eens moeten zien denken. Hij zei, nee Jaske, dat weet ik niet. Ik zeg, van Brazilië krijgen wij koffie. Hij had begrepen. Net als Gully. We zaten zo aan de koffie. Enfin, op een gegeven monument komt daar zo de jongste binnengeplodderd van de jaren vaak, kwart voor negen, weet je wel. Ik zeg, dag heren van de gemeente. Ik zeg, dag brave jongen. Ik zeg, jij wilt zeker later ook bij de gemeente komen werken, net als je vader. Hij zei, nee, ik niet. Maar mijn broerke die daar thuis komt, die lui en bliksem. Tijd geleden waren we hier aan het werk langs de Boekelse weg. Hij is aan het bestellen. Oh, ik heb kartjes. Dat denk meer dan ik. Een tijdje geleden waren wij hier aan het werk langs de Boekelse weg. En er komen een paar mensen aan gefietst. En die stopten bij ons. En die vroegen de weg naar Veghel. Fijn, we zinnen door en door en door en hup, die fietsen aan, hè. Op een gegeven moment, ze zinnen nog zoiets van bye bye of zoiets, maar ja, dat weet ik ook niet zo krek. En hé, hey, Jaske, zei Tieske, had ik dan niet gezien dat er Engelsen waren? Ik zeg, maar Jaske toch, hoe kwam de door? Och, het is Tieske, hè. Twee keer in de fout. Amen. Tieske zei tegen mij, Jaske, had jij niet gezien dat de Engelsen waren? Zeg ik niet, hoe kwam de daar nou toch bij, Tieske? Hij zei, ik had meer gezien. Ze aan het stuur aan de linkse kant op de fiets zitten. Werk moesten wij hier die 300 bijen eruit gaan halen, die dus bevroren waren. Afijn, er waren erbij met zo'n kuntje, maar ook met zo'n kont, hè. En een hele dag gaan wij er aan zitten werken. God, verdulle me nog wel werken. Afijn, ik kom s'avonds thuis en ik word hartstikke moe. En Tieske ook. Op een gegeven moment gingen wij te bed. Ik zeg tegen ons kaart, kleed de wagen maar uit op de overloop en ik kan geen kont meer zien. Hé, hey, maar ik heb het hier ook gezien. Ik ben muziek naar je uit. Houden we, hè?